soundness is insufficient transport layer protection. So this is SSL, we need to be SSL now. SSL, bevel, foot, the full for this year, but you can all learn. Ik ga het gewoon over te veel mogelijk deze onderwerpen hebben. Proberen te laten zien wat er gebeurt in de gebouwde problemen. Ik probeerde net al te vertellen dat vroeger het hacken zeg maar, op het web niet op het web plaatsvond, maar op systemen zelf. En ik denk eigenlijk dat deze soort vulnerabilities nu meer relevant zijn. Als je cross-site scripting kunt krijgen op Google of Facebook, of een andere platform waar heel veel mensen op zitten, heb je veel meer impact. Kun je direct weer kwaad doen dan met de traditionele vulnerability waarbij je slechts één systeem tegelijk kan aanvallen. Dus nummer 1 op de lijst is injection. En dat kan, het allerergste is natuurlijk als iemand operating system commando's kan opsturen naar ons. En dat wordt uitgevoerd voor diegene. Maar ook argumenten van een commando kunnen al meer toelaten dan je wil. Je zou bijvoorbeeld .comma kunnen injecteren in zo'n commando argument en daarmee een nieuw commando beginnen. En SQL-query, dat is gewoon SQL-injection, waar je constant een stap hoort hebben. Hebben jullie gehoord van SQL-injection? Ja, precies. Oké, wat gaan we vandaag ook doen? En dat is nuttig. Interessant. Nou, je kunt ook elke dag of XPath of XSLT of andere dingen injecteren. Maar het meest voor de hand liggende, het meest simpele voorbeeld is denk ik cross-site scripting. En dat kan in JavaScript of in opmaaktalen. Dit is een voorbeeld van hoe het niet moet. Hebben jullie ervaring met PHP? Allemaal voorbeelden gebruiken PHP. En als het niet duidelijk is, probeer even te googlen wat er is. Dit is een formulier wat naar zichzelf verwijst. De pagina waar dit op staat, daar wordt naar verwezen door middel van server PHP zelf. Maar het probleem is, ik geloof dat ik dat nu even ga laten zien. Dit is mijn WordPress blog. Wat ik even heb opgezet om jullie te laten zien hoe al deze dingen mis kunnen gaan. Ja. Ik heb hier een soort tweet link waarmee mensen mijn pagina kunnen tweeten. Maar het probleem is dat daar de hele URL van die pagina in staat. Dus wat ik bijvoorbeeld kan doen is... een alert box. Wat er hier gebeurt is dus dat dit stukje script, JavaScript, in de pagina wordt opgenomen en wordt geëvalueerd alsof die van die pagina afkomstig is. Zet maar de slides. Dus ja, zo ziet dat eruit. Je injecteert een deel van een script. En hier heb ik het netjes afgemaakt dat die weer verder gaat met het formulier. Zodat die, want die moet weer eens afbreken. Dan, als het helemaal ingevuld wordt, dan is dat een lege tag, dan jouw script tag en dan ga je verder zodat dat formulier nogal werkt. En de manier om dat te voorkomen is niet alle query parameters mee te nemen in het script, in de string die uitgevoerd wordt. En daar heb je een andere parameter voor in PHP. Maar het is heel tricky, je moet wel weten wat je dus meeneemt vanuit de URL. En je kunt zo'n cross-site scripting aanval op allerlei manieren verbergen. Dit is vrij simpel door gewoon de URL te encoden met percent encoding. Maar wat je ook veel ziet is basically before bijvoorbeeld, dat is niet echt hoogstaand. Maar je kunt verder gaan met encryptie of steganografie. Steganografie is de kunst van het in beeld opslaan van geheime informatie. Dus je zou bijvoorbeeld een plaatje kunnen hebben waar iedere pixel de minst significante bit van iedere pixel byte gebruikt wordt om nieuwe bytes te construeren en daarmee de payload over te dragen. Maar het moet altijd in je browser werken en die dingen zijn best wel goed te analyseren als je een browser gebruikt en je hebt dingen als Firebug of de Chrome debug tools. Dan kun je precies zien wat er gebeurt in die browser. En omdat het in je browser moet draaien, is het wel goed te analyseren.
is meer gewoon om het werk lastiger te maken van degene die moet opsporen wat jouw cross-site scripting ding heeft gedaan. Nou, hier heb ik SQL injection. Als het op deze manier geconstrueerd is, als je query op deze manier aan elkaar geplakt is van strings, is het eigenlijk bijna altijd wel SQL injectable. Wat hier misgaat is dat username, daar kunnen nog nieuwe quotes in komen en dan kun je eigenlijk in die taal in SQL springen vanuit de input. Dus dat ziet er dan zo uit. Wat we hier doen is, je gebruikersnaam admin wordt ingevuld en dan breed je met een quote die selectie af. En dan aan het einde heb je daar een streepje, dat is een commentaar. En dan wordt de query hier afgebroken. Dus deze tweede regel waar het paswoord gecheckt wordt, die wordt helemaal niet uitgevoerd. En zo kun je nog in omzeilen en inloggen als iedere gebruiker zonder wachtwoord. Misschien is deze bekend, van XKCD. Een illustratie van hoe het mis zou kunnen gaan. Ook een illustratie van... Er zijn legio manieren om dit soort input in je applicatie te krijgen. Er is ook een goed voorbeeld van een foto met een nummerbord. Waar een SQL injection string op staat. Het idee is dat er een camera boven de weg hangt die de nummerborden scant. En die was kwetsbaar voor SQL injection. Je rijdt met de auto er onderdoor en ondertussen wordt de database met alle nummerborden weggeklikt. De manier om het tegen te gaan is geparametriseerde queries. Dat houdt in dat je in je query string vertelt hoeveel velden er volgen en die velden daar dan aan meegeeft, zoals bijvoorbeeld string. En je kan de input proberen te escapen, maar dat is meer werk. En je hebt systemen om met database om te gaan, zoals ORM's, Object Relational Mapping, misschien een bekend patroon, of stored procedures in je database, maar die bieden eigenlijk geen veiligheid hier tegen. Het is meer dat je daarmee je code centraliseert, je code die kwetsbaar is voor SQL injection centraliseert en beter kan dicht worden tot compacter, minder code om mee te werken. Nummer 2 of 3 op de lijst is broken authentication en session management. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat de website voor iedere gebruiker een wachtwoord verzint, een random wachtwoord. En die zou misschien gokbaar kunnen zijn of heeft niet genoeg entropie, wordt niet op een goede manier gegenereerd. Je zou via bepaalde URL's gebruikers geforceerd kunnen uitloggen. En er zijn best wel veel applicaties die daar nog steeds last van hebben. Dan kun je mensen, ja, het is eigenlijk een soort denial service attack als jij ergens via cross-site request forgery een stukje script op een pagina zet die een andere gebruiker uitlogt, bijvoorbeeld van Facebook of Google, en je doet dat gewoon constant, dan zou dat heel irritant zijn, dan kan je die site niet meer gebruiken. Het kan ook dat de sessie veel te lang leeft, dan als je cookie dan gestolen wordt, kan iemand anders uit jouw sessie nog weken of maanden terecht bij die site en doen alsof die jou is. Remember Me heeft hetzelfde soort probleem. En account update. Dat is eigenlijk net zoals een password reset. Want dan kom je in een soort tussengebied tussen wel en niet geauthenticeerd. En het zou zomaar kunnen dat je meer mag dan als normale gebruiker via dat pad terecht kan komen bij een volledige overname. Hier is nog een stukje PHP voorbeeld. Dit is eigenlijk hoe ik zo'n random wachtwoordfunctie wel zou zien zitten. Je hebt een random number generator, die seed je met de huidige tijd, microseconden. En voor een bepaalde lengte ga je dan de random permutatie af en kies je woorden uit een dictionary character set. En die pak je achter elkaar. En kan iemand anders een beetje inzien waar het hier misgaat? Wat hier het probleem kan zijn? Stel je voor dat de hashes die van deze wachtwoorden gemaakt worden uitlekken. En je weet dat het hashing algoritme ook niet het beste is. Bijvoorbeeld gewoon MD5. Gaan we het zo meteen over hebben. Ga ik te snel? Moet ik eerst misschien uitleggen wat een hash algoritme is? Voor password storage?
ja's, nee's? Wie zegt ja? Niemand? Oké, jullie hebben wel gehad wat password storage met hashes is. Enig idee wat er mis kan gaan? Hij is subtiel. Ik zal het laten zien. Je kunt op deze manier kraken. Wat er misgaat, MicroTime geeft je een float en geen integer. Dus elke waarde die hierin gestopt wordt is tussen de 0 en. Is dat 1 miljoen? Nee, al. Ja, 1 miljoen. Dus wat je, er zijn eigenlijk maar 1 miljoen mogelijke inputs voor de srand functie. En die seed de random number generator en daarna worden met calls naar rand nieuwe randoms eruit gehaald. Maar er zijn dus maar 1 miljoen mogelijke initialisatievectoren op de random number generator. En die kun je allemaal aflopen en dan maak je gewoon dat wachtwoord voor een bepaalde lengte. Het probleem is dat die seed is eigenlijk het enige wat hier verandert. En verder is het patroon vanaf daar is voorspelbaar. Zo werkt die random functie. Dus je loopt 1 miljoen mogelijkheden af en dan heb je alle hashes van de wachtwoorden die je gestolen hebt. Ja, de seed is toch ook predictable? Op de weg wanneer in de wachtwoord die zet. Hoe bedoel je? Oh, je bedoelt dat er een wachtwoord reset kan forceren? Ja. Ja, het ligt er, maar dan moet je nog steeds wel de hash hebben van het wachtwoord waar het naar veranderd is. Maar als, er bijvoorbeeld, als je een password reset link krijgt en daarin zie je dat de hash erin zit, zou het stom zijn, maar dat kan, en heel lui, dan zou je dat kunnen gebruiken op die manier. Een ander voorbeeld van een broken password reset is bijvoorbeeld bij Facebook. Er waren vorig jaar geruchten dat, nieuws, dat je account kan resetten vanaf een ander e-mailadres als waarmee je geregistreerd bent. Dus je zoekt jouw profiel op dus ik zeg, en je zegt, ik ben mijn wachtwoord vergeten, maar dit is de mijne. En dan zeg je, ik ben ook mijn e-mail vergeten, dus stuur mijn wachtwoord naar dit nieuwe e-mailadres. Dat klinkt suf, maar het is blijkbaar een echt probleem geweest en het duurt al een paar weken voordat Facebook het heeft rechtgezet. En de rechtmatige eigenaar weer bij zijn account kan. Volgende op de lijst is dat je direct toegang hebt tot resources die eigenlijk beschermd zouden moeten zijn. Het kan ook weer directe code uitvoer zijn, bijvoorbeeld je kan ergens een executable uploaden en die gaat voor jou gedraaid worden op de server. Dat is een heel slecht security model, want daar kan iedereen gewoon code van jou uitvoeren. Maar een virusscanner zou dat misschien kunnen doen in een bepaalde context. Analyse van de bestanden. Je zou een bestand kunnen includen. PHP heeft in zijn taal een methode om bestanden in elkaar te includen, zoals ook Java dat heeft. Dus het zal een import in Java. Maar je kan ook in sommige gevallen iets van een andere resource binnenhalen. Dus vanaf een website, een PHP script, includen in een andere site, die dan daar uitgevoerd wordt. En dat kan ook van de lokale site, het lokale bestandssysteem zijn. Het probleem is, als je ergens een file kan uploaden en de webserver interpreteert die als een PHP bestand, dat kan op legio manieren. Dan kun je dus een import in een website injecteren en daarmee code uitvoeren in de context van die website. En dan kun je allerlei dingen doen zoals nieuwe SQL queries of scripts naar de user sturen. Of gewoon spam sturen. Noem nog eens wat. Jullie kunnen vast wel bedenken wat je allemaal kan als je de machine hebt overgenomen. Wat er kan gebeuren bij... En ik weet dat ik het hier goed heb geclassificeerd eigenlijk. Gaat het HTTP-response splitting? Als de HTTP, het HTTP-protocol, als daar letterlijke waarden in worden overgenomen die jij kan injecteren, dan kun je het HTTP-protocol, hoe dat zich uitspeelt, beïnvloeden. En je zou dus op een gegeven moment de HTTP-request die gedaan wordt, middenin af kunnen breken en een nieuwe response terugsturen. En dan heb je dus eigenlijk twee conflicterende boodschappen die reageren op één request over HTTP. En het is aan de browser om dat te bepalen welke gelijk heeft.
En er zijn bugs in browsers geweest waarmee je dus, als je een gesplitte HTTP-response hebt, alleen de tweede geldt. En daarmee de context van de eerste overneemt. En open redirect is eigenlijk een beetje een oude term. Het houdt in dat je ergens een parameter in een URL hebt waarmee je een andere URL, waarmee mensen naar een andere URL kunnen sturen. Dus je kunt vanaf een bepaald domein, mensen klikken op een URL naar een bepaald domein die ze vertrouwen, mensen doorsturen naar een onvertrouwelijk domein. Maar dat is een beetje achterhaald, want je hebt nu tiny URL en bit.ly en allemaal afkortingen. Daar, dat is een manier om dus, wat je net liet zien, zo'n cross-site scripting tag die geëncode is, of je wilt laten zien, wilt niet laten zien hoe die opgebouwd is, kun je hem verstoppen achter zo'n redirect service. Ja, dit is een voorbeeld van een local file inclusion. Dit is wat ik vertelde over imports en PHP. Maar je kunt ook de password file op Linux binnenhalen. Als het niet goed staat, afgeschermd. En je zou dus je voor kunnen stellen dat je ook... Heb ik dat hier staan? Nee. Je zou je kunnen voorstellen dat hier ook een pad terug naar de webserver kan staan, waar je zelf een geüploade file hebt klaarstaan waar een shell in zit. Dit is een voorbeeld van een direct object access bug in GitHub. GitHub draait op Rails, Ruby on Rails. En het datamodel van GitHub public keys ziet er ongeveer zo uit. Public key behoort toe aan een user. En het formulier wat er dan gebruikt wordt ziet er ongeveer zo uit. En user ID wordt hier ingevuld voor de user ID van degene die keys aan het uploaden is. Het probleem wat een zekere Rus gevonden had, is dat je die user ID daar kan veranderen en nieuwe public keys kan uploaden voor andere gebruikers. En dan kun je dus je eigen public key toevoegen aan, noem eens wat, een populair project op GitHub. Nou, GitHub zelf bijvoorbeeld. Dan kun je de GitHub account overnemen en alles wat je wil van de codebase lezen en wijzigen. Dat is foutenvol. En dat ziet er dan zo uit. Dit is de Tamper data plug in Firefox. En hier kun je die user ID variabele overnemen en je eigen public key erop zetten. Ja, en dan heb je toegang tot welke GitHub project je nou wil. Cross-site request forgery is ook is gerelateerd aan cross-site scripting. Het idee is dat je. Het is eigenlijk een soort cross-site scripting van de tweede orde. Je gebruikt cross-site scripting om een URL-actie uit te voeren. En die verandert de staat in de webapp. Het kan zijn, nou ja, wat we net bespraken van een logout, een geforceerde logout. Je zou ook iets kunnen verzinnen van een bankierapplicatie, waarin geld wordt overgezet via zo'n URL. En dan kun je mensen, nou ik zal het zo laten zien. Je kunt een derde partij een stukje script of een URL geven die wordt opgehaald door zijn browser. Alles gaat goed, want hij is ingelogd, hij heeft een cookie. Hij zou normaal gesproken gewoon die site kunnen bekijken. Maar jij stuurt hem naar een URL die niet gevalideerd wordt tegen cross-site request forgery. En dan kun je hem een actie laten forceren. Bijvoorbeeld het overschrijven van geld. En er zijn zat dingen die daar kwetsbaar voor zijn. Maar vooral bijvoorbeeld je eigen router thuis. Je hebt misschien een andere context vanaf jouw browser dan ik van buiten. Ik kan misschien niet meer bij jouw management interface. Maar jij als gebruiker op het lokale netwerk met impliciet vertrouwen. Want je bent binnen. En dan kan ik bijvoorbeeld naar jou een URL sturen die naar jouw HTTP-interface van je router gaat en je config weggooit of doorstuurt naar mij. Je moet eigenlijk al dit soort bugs een beetje zoeken in de context waar het onduidelijk is of waar er impliciet meer permissies zijn. Dus aan de kant van de client is het browser. Op zijn thuisnetwerk zou dat minder duidelijk zijn, dus minder strikte scheiding in security en authenticatie. Nou, hier is een voorbeeld.
dit is gewoon een stukje HTML voor een formulier. Stel je voor, er staat een formulier waar je het destination account en het bedrag wat wordt overgeschreven moet invullen. En aan de server-side wordt er dan gecheckt of je inderdaad ingelogd bent en of je die submission gedaan hebt. En dan wordt het geld overgeschreven. Lijkt in principe oké. Maar wat nu als ik ergens op de site een plaatje kan uploaden met een eigen URL en daar deze URL in zet. Naar mijn destination account, delete32, wordt 100.000 euro overgeschreven. En jij bent ingelogd op example.com, de bankwebsite, die kent hem niet. Dan wordt jouw browser geïnstrueerd om naar deze URL te gaan. En de site daar denkt dat jij gewoon ingelogd bent, want je hebt de cookie en alles is verder oké. En dan wordt je actie uitgevoerd in binnen de context van jouw browser en stuur je al je geld naar mij. Dus wat je moet doen eigenlijk is op iedere pagina die zo'n op iedere URL die zo'n steeds veranderende actie heeft, heb je in het formulier een stukje random data en aan de server side waar die gesubmit wordt vergelijk je of die random data inderdaad random is. Want de aanvaller van buitenaf, deze dus, die kan niet die random data gokken. En dan als het klopt, kun je inderdaad de transactie doen. Verwarrend? Nou, dan heb je op webserver niveau nog een manier om het verkeerd te doen. Jullie kennen vast wel open directories, waar je al je content vandaan kan vissen als er iemand dat niet afgeschermd heeft. Als bijvoorbeeld Blackboard de directory met include zou openzetten en je niet kan, en je normaal daar niet bij zou mogen, dan. Of nemen jullie video lectures hier die je kan vinden via Blackboard? Nou, bij ons op de universiteit waar ik nu zit, hebben ze eigenlijk alle videomateriaal zit achter zo'n soort open directory. Je moet gewoon de vakcode opzoeken in de studiegids, dan vul je die in op een Blackboard ding. Dan kun je alle video lectures die je wilt zien. Ik weet niet of dat met opzet is, maar het werkt prima. En bijvoorbeeld logfiles of backups en gokbare bestandsnamen, dat zijn allemaal van dezelfde orde. Een DNS zone transfer is een beetje ouderwets, maar je zou als je DNS server niet goed ingesteld is, de lijst van alle records in de DNS server kunnen transferen naar een andere, namelijk jezelf. En dan krijg je meer, nou, dan weet je bijvoorbeeld of ze een beta website hebben ofzo. Wat ik al in het begin vertelde is, je hebt dus een aantal HTTP verbs, een aantal methodes. En trace is eentje die je normaal gesproken zou moeten uitzetten, maar standaard in bijvoorbeeld Apache aanstaat. En wordt gebruikt, het is bedoeld als een debugging feature, maar je kan het gebruiken om dat alles wat je doorheen stuurt met trace, wordt teruggestuurd vanaf de webserver. Dat kun je dus ook gebruiken voor HTTP response splitting, cross-site scripting. En ja. PHP Register Globals wordt volgens mij niet meer aangezet, tenzij je het echt verkeerd wil doen. Wat dat voor gevolg heeft, is dat alle URL parameters die je aan het script meegeeft, overschreven kunnen worden in de URL. Dus je kunt variabelen die nergens een accessor hebben, accessible maken door die setting. Dat wil je dus niet. En ik zal even laten zien. Oh ja. Ik zal even laten zien hoe je zou kunnen fokken naar zo'n. Dit is een scriptje WaveFuzz. Dat is first een URL. Dus HVA, dit is mijn voorbeeld WordPress website. Je geeft een dictionary ermee en dan gaat hij alle bestandsnamen uit die dictionary proberen. En zo kun je dus achterkomen wat er te vinden is. Dus hier hebben we backup. Demo, logs, erg interessant natuurlijk, en wat hadden we nog meer, test, nou, toch een goede stap voorwaarts om te kijken wat er allemaal op deze server te vinden is. Ik heb ze allemaal dichtgezet, maar als er een open
directory aan had gehangen, dan kun je gewoon de backups downloaden of gewoon logfiles lezen. En dit is een nog zo'n soort misconfiguratie. Ik weet niet of jullie wel eens met CGI gewerkt hebben, maar het is een manier om systeembinaries te gebruiken om HTTP te spreken. Maar het kan bijvoorbeeld dat je Linux-distributie, de systeembinary die je wilt gebruiken, een of andere Perl script of zo, in je userland heeft neergezet, in user bin, in plaats van zijn eigen CGI bin directory in var www of zo. Dan kun je vanuit de CGI bin die hier gealiased hebt bij alle userland binaries, en kun je veel meer naar jezelf dan de systeembeheerder waarschijnlijk wil dat je doet. Je kunt namelijk alle bestanden lezen met de kant. En je kunt backdoor op het systeem zetten. In PHP is dat één regel. En je hebt een beetje andere syntax nodig. In plaats van een spatie heb je hier een plus. Maar verder wordt alles. En je gebruikt env, omdat je niet alle. Waarom was dat ook alweer? Volgens mij mag je niet zomaar bij alle binaries, maar env. Maar daarvan weet je zeker. Env weet je zeker dat hij bestaat. En dan kan hij ook dingen buiten jou. Gegokte paden vinden. CGI scripts zijn eigenlijk al best link. Ze zijn normaal gesproken wat ouder en ook niet zo goed getest op bijvoorbeeld cross-site scripting of SQL injection. Als je het echt nodig hebt, doe het dan niet zo. Deze is volgens mij uit de OWASP top 10 weggehaald, maar waar we toch even wat over vertellen. Er is gezegd dat je eigenlijk niet je eigen cryptografie moet implementeren. En dit zijn een aantal dingen die mis zouden kunnen gaan. Er zijn waarschijnlijk nog steeds mensen die plain text passwords gebruiken, dus die geen hashing gebruiken. Dat moet sowieso. Maar je kunt ook niet zomaar MD5 of SHA-1 gebruiken, want dat is echt te zwak. Je moet een specifieke hashfunctie, zoals bcrypt gebruiken. Of MD5-crypt misschien, WordPress gebruikt dat. MD5-crypt is eigenlijk al een beetje achterhaald. WordPress heeft het opgerekt met 10 keer zoveel. Wat je kan doen is namelijk stretching, heet dat. In plaats van dat je één keer MD5 doet, doe je MD5 en dan MD5 daarover en daarover en daarover. 1000 keer. Het idee is dat het langer duurt en dat iemand die dus zeg 1000 wachtwoorden wil proberen op één gebruiker, dat het ook 10 keer zo lang duurt voordat hij ze alle 1000 geprobeerd heeft. En het gaat echt om gewoon grote getallen. Als ik het wachtwoord weet, dan is het nog steeds wel snel om 1000 keer MD5 te doen. Als ik het moet gokken uit 10.000 verschillende, dan duurt het lang. Salting, is dat bekend? Salten van wachtwoorden. Het idee is dat je een stukje random data voor ieder wachtwoord neerzet en dat opslaat. En het idee is dat ook al heeft de aanvaller die het gaat brute-forcen, dat random stukje moet hij voor iedere gebruiker nu die hele dictionary af. En anders zou hij bijvoorbeeld een tabel kunnen maken met de hashes van als het een dictionary wordt en die voor alle gebruikers test. Het heeft dus tot doel, ook als dat gebruikers, meerdere gebruikers hetzelfde wachtwoord gebruiken, dat ze niet dezelfde wachtwoord hashen en dat het aanvallen daardoor langer duurt. Unsafe key generation hebben we dus net al gezien met die random initialization. Ik geloof niet dat ik de pijf verteld heb dat de remedie daartegen was om niet zelf je seed in te stellen, maar dat is een soort quirk van PHP. Dat moet je maar weten. En ik zou die random functie inderdaad seeden met microtime, maar dat mag dus. Dat is niet de bedoeling in PHP. En dat is een weak. Pseudorandom number generator C. Volgens mij hebben we het hiervan gehad. Ja, dit is dus hoe het niet moet. Ten eerste moet je niet je query zo met de puntjes aan elkaar plakken. En je moet al helemaal geen MD5 gebruiken voor wachtwoorden. Als je het al gebruikt, dan in ieder geval 1000 keer of zo en een salto. Maar dan nog, we zijn bezig met dat. WordPress doet iets soortgelijks. WordPress heeft een redelijk secure password hashing scheme. Maar je kunt het kraken met bijvoorbeeld Hashcat. Dat is een programma om op je grafische kaart heel veel hashes tegelijk te proberen. Grafische kaart is extreem parallel.
En het is heel gestrekt om wachtwoorden te krijgen op die manier. Het is eigenlijk ook al wat ik net liet zien met de scanner. Je kunt dus in sommige gevallen direct bij parameters waar je eigenlijk niet bij zou moeten mogen. Bijvoorbeeld als ik wil inloggen als admin, zou ik in ieder geval bij het wijzigen van de context daarin. Je zou eigenlijk server-side moeten bijgehouden worden en niet dat ik zelf in de URL kan zeggen ik ben admin en dan ben je het ook.